zou bij de titel bij hoor. dat maakt nog niet uit hè. Nee hoor, dat geeft niks. Hey, lekker wel. Ja, dankjewel. Een beetje Latin. Ja, echt een Latin. Het is een beetje een raar. Het is een beetje een probeerseltje op mixer van een keer een solo eigenlijk. Ik vind het wel stoer. Dankjewel. Ja, echt wel. Hey, maar ik heb begrepen dat jij ook een soort van in de beginfase van Sydney Samson iets mee had. Ja, in principe in de tijd dat ik nog bij het platenmaatschappij werkte, toen had ik regelmatig contact toch wel met hem. Over wat artiesten die hem ook benaderden voor eventueel aanleveren van demo's en dat soort zaken. Dus, en zo kwam het dat mensen als bijvoorbeeld Afrojack, die zijn we mee in contact gekomen. En die hebben wij in principe geholpen bij het releasen van zijn eerste plaat. Dus dat is gewoon een leuke ontwikkeling geweest. Ja, dat van eigenlijk een beetje een soort van toeval. Het heeft in principe een leuke werking. Zo blijf je een beetje ook in contact met die mensen. Dus, En wat is nou een beetje... Jouw set, waar bestaat die nou eigenlijk een beetje uit? Ja, in principe vind ik het fijn om zeg maar het tempo in het begin rustig te houden. Zodat je ook zeg maar het moment van echt een plaat met een goede climax, dat je dat een beetje probeert uit te stellen totdat het eigenlijk niet langer kan. En dan in één keer gewoon een vette plaat erin en dan gewoon zien dat het publiek gewoon uit zijn dak gaat. Dus, net zoals de whole days, kan wel lekker beginnen, relaxed en dan later lekker roemen en los. Ja, precies. Ja. Als die opbouw erin zit, dan is het ook wat fijner om naar te luisteren, heb ik het idee. Dus, maar er zit gewoon eigenlijk een beetje van alles wat ertussen. Ja, in principe vind ik het fijner met wat Latin te beginnen. Wat rustiger. En dan gewoon op te bouwen naar wat stevige electro-house en wat dirty house tussendoor. Dus, wat is nou eigenlijk een beetje de favoriete muziek waar jij nou van houdt? Waar ik van hou? Ja, dat is heel breed. Dat is heel breed. Het ligt er maar net aan waar ik voor in de stemming ben. Het is niet echt zo van dit te zetten of... Nee, ja, ik kan alles in principe wel waarderen. Maar ik luister van klassiek tot hardcore, maar alles niet langer dan een half uur. Dan gaat er weer een ander cd'tje in een cd spelen. Dus ik heb een hele brede muzieksmaak. Dus, Daar kan je hem ook heel mooi vinden. Ja. Ik heb dat ook hoor. Dus, ik heb ook nooit zelf een beetje van opgeschreven. Weet je. Dat is die DJ's doen dat dan, weet je wel. Ze zeggen gewoon, technologie of weet ik van wat, weet je wel. Ja, ik ben ook een beetje vies van. Voor mij hoeft dat niet, weet je wel. Ja. Ik huil van alles wat. Maar dat spin je ook terug in je tracks trouwens. Dat is wel heel opvallend. Ja, het is niet echt te definiëren onder een bepaald genre, heb ik ook het idee. Maar ik heb ook niet zoiets van het moet die stijl zijn of in die stijl. Nee, als het mij aanspreekt, dan vind ik het prima. Dan mogen de mensen bepalen in wat voor hokje het hoort. Ja. En dat samenwerking, doe jij dat ook? Of werken nog met anderen samen op dit moment? Of? Er zijn wat dingen die klaren. Ook met de Jump and Hardstyle scene, zeg maar. Wat samenwerking die we aangegaan zijn. Dat komt van ons, van mij en mijn vriend Jan Stadhouders, collega, in Frankrijk een nieuwe plaat uit binnenkort. Ja, dat is allemaal Jump Hardstyle gericht, dus dat zal Nederland ook niet echt bereiken, denk ik. En voor de rest heb ik het plan. De Jump is hardcore, maar mensen toch wel in Nederland? Jawel. Mensen die er echt in geïnteresseerd zijn, die blijven wel denken wel volgen. Alleen het is niet zo dat het zeg maar de bekendheid en de wat het geweest is, dat is in Nederland heb ik het idee van een beetje over. En in landen als Spanje en Frankrijk, daar is het gewoon nog echt... Techno boy ook een beetje, dat soort dingen. Inderdaad, die gaan inderdaad wel hard. Ja, precies. Ja, dat klopt. Dus, waar werk jij hier dus een beetje mee? Ik werk zelf met Cubase. Ja. Dus dat is in principe voor mij het fijnste. Ja, ik ben begonnen ook met Fruity Loops. En op advies van wat mensen binnen mijn werk bij Digidance, die hebben me aanbevolen om Cubase te gaan gebruiken. Nou, in principe merk je er wel in de output zeg maar, veel verschil op kwaliteit. Dus wat dat betreft ben ik daar al een tijd mee bezig. En dat bouw je uit, dat breid je uit met goede plugins en een beetje hardware eraan toevoegen. Een beetje VST's en zo. Ja, VST's, maar die halen het niet altijd bij de echte hardware apparaten. Dus, ja, wel, je geen rampenapparatuur erbij.
Ja, er zijn wat rijfletjes of synthesizertjes. Ja, synthesizertjes, maar dat is ook standaard. Ja, goed, zeker. Ik heb al een BC2000. Dat is uit de wereld, man. Ik geniet er gewoon van, dat soort dingen. Ja. Ben je, zo meteen ga jij natuurlijk set doen. Wat is, waar ben jij binnenkort te zien en te horen? Er staat een feestje gepland in maart. Dat feest heet House Village. En ik ben benieuwd. Oké, en als mensen jou willen boeken of waar ze jou weer kunnen vinden? Nou, het leukste is als ze even naar de Hives gaan en vindt één even lid worden, vriendje worden. En ik probeer zoveel mogelijk informatie en foto's en dat soort zaken, muziek op mijn Hives te zetten. Oké, hier let je je Hives uit je hoofd. Mijn Hives uit mijn hoofd, dat is Mitch Dickenson.hives.nl. Nou, goeie jullie mensen. En CK. En natuurlijk ook nog, je kan ook nog mailen, boeken. Dat kan ook uiteraard. En dat is Mitchell Aapstaartje Music to Move met een 2.com. Nou, kijk eens aan. En we gaan naar nummer 5 luisteren van hem. Dan van de nieuws. De titel is wederom een grande surprise. De titel is wederom een grande surprise. Ik weet anders volgens mij wel de titel van nummer 2. Dat is misschien ook wel leuk. Oh, nummer 2. Nou, dan gaan we gelijk nummer 2 doen. Voegt gelijk weer wat toe. Ja. Wat is nummer 2? Dat is een remix op John Delbeck met Pyramid. Hey, Pyramid. Hey, maar dan daarna het nieuws en dan gaat Dj Mitch behind the wheels, dat is even dat zeggen. Behind the wheels of steel. Ja, dan gaat hij live mixen. En dat zijn meteen.